Maar krokodillen binnen, dat vinden toch interessant? Wie praten we dan niet over krokodillen, maar over alligators? Ja, ik moet je nageven, dit is wel scant de excursie te wezen in New Orleans. Kees, wat is nou het verschil tussen een alligator en een krokodil? Nou, dat zal ik je vertellen. Nou, alligator het inbult. Nou! Nou, je hebt 8 soorten krokodilachtigen. Kees, doet hij lezen, want dat weet jij niet. Nou, laat me nou even. Je hebt 8 soorten krokodilachtigen en daarvan heet 2 alligatortypes. Je hebt 2 alligatortypes, je hebt de Chinese en de Amerikaanse. Mm-hmm. Met een Chinese alligator gaat het niet zo goed. Die laat op uitsterven. Maar de Amerikaanse gaat daarentegen wel erg goed. Want die wordt erg veel gefokt, want die uit is erg gewild voor handtasjes en zo. Maar is het dan wel scharrelleer? Scharrel? Nou, ik ben echt nooit bij zo'n fokkerij geweest. Maar ik weet wel dat het goed gaat. Want als een alligator, zeg maar, als het goed gaat met een alligator, heeft hij een erg braai bek. Want als hij veel voedsel eet, wordt zijn bek braaier. En die bovenkaak zit in een onderkaak. En als het erg goed met zich gaat, dus veel voedsel tot de beschikking heeft, dan gaat de bovenkaak wordt braaier en die valt dan over de onderkaak. Nee, dat is al hard op de hoek. Krokodil is gewoon mijn lievelingsdier. Krokodil.nl. Dus. Maar dat van die bek, dat heeft sommige Amerikanen ook. Klopt. Nou. Hoe meer ze eten, hoe braaier de bek ze krijgen. Klopt. Wisten jullie dat alligators in het algemeen alleen in rivieren leven, binnen meren en kleinere binnenwatertjes? Ja. En over het algemeen alleen zoet water. Waarom? Omdat ze geen zoutklieren hebben om die zout te verwerken. Kees, vindt de rest alles goed? Let me get me something to drink. I got a bud to drink. You want a bud? Yes. Ja! Jezus! God voor Jezus, Ling! Oh my god, tyfus! I told you that's Bud. Bud. Yeah, that ain't Bud Light. Casey, yeah, no. I can look at this. The belly part, that's what they'll use for the hide. It takes 2 6-foot gators to make a good pair of alligators. Komt je laat met lachen naar zijn stoos. Ik pak eerst de start. Bad! Waarom doet hij dit dan weer bij mij? Casey. Ja, wow. There's something going on. Casey. Kees. Ik moet hem niet. Kees, laat los. Je moet hem hier niet vastpakken. Je moet achter je hoofd. No, you're on the wrong place. In the front. Je bent met zijn nek. In the front. Don't make fun of me. And don't scare me. With, Now you got it. Yeah. Now let's see. It's just about time for that one to start urinating and do number 2 too. Yeah. Ik zag dat even moet kijken. Seat. Yeah, my feet are not too stable here. Oh, Elvis, yeah. Yeah. I would love my husband for you. Yeah. Anyway. Can I buy you something to drink? You like something to drink? No, we just have a vodka. Or a beer. Join me. Unless you want to carry us off this boat. Yeah. We have to dance. She won't dance. Are you a dancer? That's a ballroom dance. Me too. Did you? What kind of dance are you doing then? I did the cha-cha, the rumba, and the triple time. Yeah. But also the tango. No, I don't like the tango. I can't do that. Shoot. Nou, wel goed. We hebben per ongeluk even de goede afslag noemen, want we staan nu voor ons hotel. In de domdom zaten dat we moeten omdraaien. De domdom zaten nog steeds dat we om moeten draaien. Laat dat dan aan de domdom of aan wat jij intoetst? Aan de domdom. Tuurlijk wel. Want jij bent een slim.
jij bent een lekker geluid. Je hebt de universiteit niet zo gemaakt. Wat je nou toevallig van door hem niet kunnen doen. Aan Nederland kan je mij voeten leggen, maar ik word hem niet wakker. Kees, je hebt weer als manager, we kunnen je zo alles aangeven, dus kijk maar. Hoor dan, waar zit die dan in mijn?